zo'n mooi klein beeldje, dat vindt iedereen mooi. En die hebben dus dat vogeltje en deze vlam gekocht. En daar hebben we samen een beetje as in gedaan. En later kwamen ze dat hun vader overleden was. En toen hebben we de as van hun vader daarbij ingedaan. Ja, dan krijg je een hele aparte band met mensen als je daar thuis bent en je hebt de as van een overleden die iemand zo dierbaar was. Ga jij zomaar wat meer doen? Ik ben Rosalien Snuverink Oklandsink. Ik woon sinds 1980 hier in Haaksbergen en is een heerlijke plek om te wonen. Ik heb al vroeg mijn man verloren en een jaar of 8 geleden ook mijn oudste zoon. En toen we de as verstrooiden, bleef ik met 2 steentjes die in de asbus zaten zitten en ik wist eigenlijk niet wat ik daarmee doen moest. Toen had ik deze troostvlam gemaakt en toen dacht ik, yes, hier horen ze in. Dus toen heb ik ze hier achterin gemaakt. Dit beeld kan ik dus ook niet verkopen, maar het is helemaal puur voor mezelf. En diezelfde zoon, die moest van zijn school speksteen bewerken. Maar hij was de grootste onthandige jongen die je kunt voorstellen. Om iets met zijn handen te doen, tenminste. En ik kon daar eigenlijk niet afblijven, want hij nam het mee in huis. En ik kon gewoon met een klein schilmesje die steen bewerken. En ja, toen hij hem inleverde, was die denk ik iets meer mijn steen dan de zijne. Ik heb hier al bijna 10 minuten op geschuurd met een grove veil en nu heb ik alleen dit er nog maar af. Dus dit moet denk ik een keer een sokkel worden, maar ik vond hem zo mooi. Zoveel mooie kleurtjes. Maar daar ga ik me nog een keer aan wagen. Soms roept een steen mij. En dit is een hele gekke steen, want deze kant is heel zacht en die kant is heel hard. Dan denk je, oh, hij is helemaal klaar, hartstikke mooi. En dan laat ik hem drogen en dan zie je weer van allerlei kleine krasjes. Ik denk, ik kan nog uren schuren. Dit is mijn yin en yang. Dat is het eerste beeld waar ik met 2 soorten materialen gewerkt heb. En dit is een beeld wat voor mij een beetje de mensheid vormt. Ik had een kleinkind, die kwam een keertje kijken en die zegt, oma, hoe heb jij die baby in die buik gedaan? Dit is de zonkant en de achterkant is de maankant. En dit geeft ook een beetje mijn ontwikkeling weer. En het bijzonder is dat ik met zo'n steentje van mijn zoon, waar ik eigenlijk niet aan mocht komen, dat zoiets kleins je nog 20 jaar en misschien nog wel veel langer plezier kan geven, een hobby kan geven, een goed gevoel kan geven. Dus ik denk, begin ergens aan en maak er iets moois van.